Iets voor 3 uur staat er al een lange rij voor de winkel. De mensen komen binnen, krijgen een prikje en gaan weer weg. Ja, ik heb met mijn overbuurman ben ik gaan praten, Walter. En ik zei, kunnen we samen iets regelen? Hij zei, natuurlijk zei hij dat. Dus dat is natuurlijk heel mooi dat je, noem het maar, in het bedrijfsleven elkaar kan helpen. Dus een unieke bijeenkomst wat dat betreft. Ja, ik ben vanmiddag eigenlijk gesloten, zodat de griepprik hier kan plaatsvinden. Dus de jongens zijn middagje vrij. En ik ook. Ik heb allerlei spullen gekregen. Natuurlijk het mooie mondkapje hebben we gekregen. We hebben de maskers gekregen. We hebben de mooie hesjes gekregen. Het hele bedrijfsleven denkt wat dat betreft met ons mee. En kijk, door al dit, noem het maar, gedoe met corona, met zekerheid, maak je natuurlijk ook meer kosten. En iedereen draagt zijn steentje daarbij. Dus dat is prima. In de pauze is het zelfs even tijd voor ontspanning. Ja, dat is heel apart. Ja, anders zit ik altijd bij daar zo. Maar nu is het hier en ik krijg er nog 2 ook tegelijk. Dus. Ja. En waarom krijgt u er 2? Nou, ik ben 74 en dan krijg je die mening gewoon kokken of zo. Hoe heet dat ding? Dat krijg je er ook bij. Dus, ja. We hebben 1600 mensen uitgenodigd voor de griepprik en 400 voor de pneumokok. Nou, de ervaring leert dat 60% op zijn eerste dag aanwezig is. Dus ik denk dat we zo om en nabij de 1000 prikken in totaal wel zullen gaan geven.